Fons, je hebt deze week met ADO gesproken. Hoe was dat? Ja, het was leuk. Prima. Goed gesprek. En kijken hoe dat verder zich ontwikkelt. Nu speel je zondag je laatste wedstrijd. Daarna ga je redelijk snel op vakantie. Is het dan raar dat je nu niet weet wat er daarna gaat gebeuren? Ja, ik ben nog niet weg hoor, voorlopig. Maar tegenwoordig maakt het niet zoveel uit waar je zit. Je hebt altijd wel contact natuurlijk. Maar goed, ik kan me voorstellen als je nu rond had geweest dat je veel intensiever bezig bent met welke spelers er mogelijk wel en niet blijven of moeten komen. Ja, dat doe ik toch wel. We hebben gewoon, zolang we hier zijn, doen we ook natuurlijk ons werk. Dat is simpel. En als de club iets langer de tijd nodig heeft, dan respecteer ik dat. Dat is voor mij niet zo'n probleem. Want dat is het, de club heeft langer de tijd. Ja, weet ik niet, ja, dat denk ik. Maar je bent toch op een bepaalde manier... Ja, nee, maar ben ik niet degene die daar druk achter zet. Dat ontwikkelt zich wel en we zullen zien waar dat toe leidt. En dat is nog niet 100% zeker nu, dus meer kan ik er niet van maken. Wanneer verwacht je duidelijkheid? Ja, dat kan elke dag zijn. Het kan volgende week zijn, kan over 2 weken zijn. Ik heb geen idee. Waar hangt het vanaf? Dat beide partijen moeten dan... Het signaal op groen zetten en dan is het klaar. Staat hij bij jou op groen? Nou ja, ik heb wel natuurlijk aangegeven dat ik hier natuurlijk best wel wil blijven. Voor 3 maanden ergens instappen, dat is niet echt de insteek. Maar goed, daar beslis ik niet alleen over natuurlijk. Maar staat hij op groen? Wat mij betreft kan dat licht wel op groen. En dat lijkt me voor jou zelf ook prettig, om snel te weten wat er gaat gebeuren. Nou, weet je... Ik ben vrij onafhankelijk in mijn hoofd altijd geweest. Als speler was altijd een oplossing. Als trainer was er altijd een oplossing. En dus ik lig daar niet wakker van. En ik raak niet in de war als het wat langer duurt of wat korter duurt. Dit is ook een club, dat weten jullie nog beter als ik. Waar natuurlijk veel gebeurd is ook de afgelopen maanden, maar ook al daarvoor. Nou, en het is ook belangrijk welke koers wordt er dan uiteindelijk uitgezet en bepaald. En aan de hand daarvan zullen ook de beslissingen genomen worden. Dus oké, en daar ben ik gewoon een onderdeel van. Kon je daar al concreet antwoord op krijgen, welke koers er gevaren gaat worden? Nee, want anders had ik het je wel verteld. Nou goed, je kan dingen ook intern houden. Ja, nee, dat is ook zo, maar ik heb geen geheimen, ik heb geen dubbele agenda's. Het is gewoon nog niet zover, dus dat is het. Je hebt het in 11 wedstrijden beter gedaan dan Petrovic in 22 wedstrijden. Is jouw missie dan geslaagd nu? Nou, de doelstelling was heel duidelijk. Behoud Eredivisie. En het liefst zonder na-competitie. Nou, dat leek een onmogelijke zaak. Maar dat is door uitstekende maanden maart en april is dat gelukt. Waarin we misschien wel een van de best presterende ploegen waren van de Eredivisie. De maand mei daarentegen zijn we slecht begonnen. Dus dat is vervelend, want ja, je kent mij inmiddels. Ik wil elke wedstrijd winnen. Dat heeft er geen moment in gezeten in Almelo. En, dus we willen het nu goed afsluiten en goed afmaken dit seizoen. En dat kan in een wedstrijd tegen Excelsior, die net als ons 2 hele goede maanden achter de rug heeft. Ja, ook Excelsior verdient daarvoor alle complimenten, want ook zij hebben het uitstekend gedaan. Plek 11 is nog haalbaar. Is dat het doel ook tegen Excelsior? Ja, het staat wel leuk natuurlijk. Als je hier binnenkomt en je staat binnen 2 dagen 18e en je eindigt als 11e. Dat kan. Hè. Dat is mogelijk gezien het programma Willem 2 in Zwolle. Zelf kun je over Excelsior heen. Dus je kan 3 plekken stijgen. En een 11e plek staat altijd leuker als een 14e of een 13e. Maar... het belangrijkste is dat we in ieder geval zeker weten dat we volgend jaar in de Eredivisie spelen. Ik proef ook een beetje dat je daarom geen feestopstelling gaat creëren. Nee, een zeker andere niet. Doelman of jongens 12, 13, 14 laten spelen. Nee, zeker niet. Want dit is gewoon een competitiewedstrijd waarin wij ook nog, vind ik, iets moeten doen richting de fans. We hebben wat goed te maken. En ik hoop dat zondag gaat gebeuren.